Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe video. Het is vandaag woensdagmiddag. Ik heb vandaag visite. Laura is hier. Hi. Laura die helpt mij vanmiddag even op stal. Die helpt me wel vaker. Ja. En dan gaat ze wel vaak ook even met Johnny springen en poetsen. En helemaal leuk. We gaan vandaag even aan de bak. Want er moet heel veel gebeuren. Paarden moeten gereden worden. Stallen moeten gedaan worden. En dat gaan we nu eerst maar eens even doen. Nou, Laura die is Mike even aan het vlechten. Anders dan, als ik ga rijden zometeen, dan knopen alle manen in de teugels. Dus dan vlechten we dat altijd even. Mike heeft trouwens heel feestelijk in de poep gelegen, echt. Nou, jullie kunnen nu wel denken, wat is die stal dan vies als je er zo onder komt. Dat valt heel erg mee, alleen als er dan precies een drol is waar ze haar lekker mee gaat insmeren, dan krijg je dus dit. Ja, hier, doe maar meer, ja, goed zo. Nou, Johnny snapt er niks van, maar die krijgt het niet toe. Die krijgt gewoon zo even een snoepje. Nog een keer. Flim. Flim. Doe maar. Flim. Doe maar. Flim. Nou, dat is shaken. Flim. Flim. Doe maar. Bijna. Goed. Doe maar. Doe maar. Ja. En Douwe kan het niet. Met Douwe heb ik dat één keer even geprobeerd oefenen met Flame over een kusje te geven. Maar die keek me echt aan van ik weet het niet, maar daar snap ik helemaal niks van. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar Miro is iets nieuwsgieriger aangelegd, dus die had het eigenlijk heel snel door. Nou, Maaike die moest ook eventjes bijgeschoren worden. Hoe ik dat doe, daar heb ik al een keer een video over gemaakt. Ze kreeg alweer een beetje een baard, dus die heb ik bij deze weer even bijgewerkt. Braaf, goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Braaf, hè? Zo. Zo. Zo, en dan dit beentje nog even. Mike en ik zijn er klaar voor. Oh, heerlijk. Ik heb weer lekker skeven op het hoofd. Mike en ik zijn er klaar voor. We gaan even lekker oefenen. Het is gelukkig droog. En werkelijk, de zon komt er zelfs even bij. Dus helemaal leuk. We gaan er weer voor. Misschien wel even een leuk weetje. De meeste mensen die zelf in de paarden zitten, die weten dat vaak wel. Maar de reden dat ik met een krukje opstap, dat is niet omdat ik lui ben. Maar omdat het uiteindelijk beter is voor de rug en het zadel. Als je zo opstapt, dan trek je eigenlijk de boel scheef. Als het een beetje kan, dan wil ik het liefst altijd wel opstappen met een krukje. Dus dat is de reden. Dat is echt niet omdat ik lui ben, maar echt, het is, uiteindelijk is het gewoon beter. Thank you.
Laura heeft net Mike even afgespoeld. Die is klaar. Is gelijk ook weer enigszins schoon. Jeetje, wat zit deze helm scheef. Maar goed, in ieder geval, Mike is dus nu klaar. Ik heb inmiddels even, want ik heb vanavond les met andere Maaike. Dus ik heb even de spullen in de trailer alvast klaargelegd. En dan ga ik nu Douwe nog even rijden. Die staat nu nog een beetje in de slaapstand. Ik hoop dat dat te horen was, want hij deed echt een dikke zucht. Dus die ga ik nu even rijden. Even trainen. Hi, hi. Inmiddels heb ik Douwe opgezadeld. De stal van Douwe die hebben we tussendoor ook even gedaan. En laatst in een video, toen had ik in mijn shoplog video was dat, had ik twee Shebraks had ik gekocht. En daar zou ik nog wat leuks mee doen. En ik weet eigenlijk niet of ik dat uiteindelijk wel heb laten zien. Voor degene die op mij op Instagram volgen wel. Want volgens mij heb ik het daar in mijn stories laten zien. Maar dit is het dus uiteindelijk geworden. Ik heb dus op deze Shebrakken mijn bedrijfslogo laten drukken. Ik weet niet of het heel goed te zien is, maar het is rosé gold. En dit paardje, dat is niet zomaar een paardje. Dat is uiteindelijk Douwe die nagetekend is van een foto. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Daar ben ik super blij mee. Ik heb hem ook in het zwart en daar zit met een zilveren logo op. Maar ik heb nu vandaag deze even over. Dus helemaal leuk. Inmiddels ben ik dus klaar met het trainen van Douwe. Ging hartstikke goed. We hebben even geoefend met balkjes. Even voor de afwisseling. Vind ik heel belangrijk. Dat het niet altijd hetzelfde is. We gaan nu even wat nieuws doen. We gaan even vrij springen met Johnny en Miro. Ook even voor de afwisseling. Het is alweer even een tijdje verder. Ik ben inmiddels gearriveerd bij Maaike. En dat is in dit geval Maaike de Vries. Maaike en ik hebben les, dus ik zal me even heel snel klaarmaken, want check wat ik nu zie. Mijn vriendin, oftewel mijn prinses, heeft haar vlecht eruit gehaald. Dus, en ik ben natuurlijk weer heel erg op tijd, niet dus. Dus ik zal me even haasten. Nou, dit is de eerste keer weer dat ik met Maaike op pad ga met de trailer. Want ik denk dat het nu wel kan. Ik rij alweer een tijdje op haar. En Maaike is het ook wel gewend. Dus hij kan. En dan gaan we dus even voor het eerst van huis. Bij het Veulenweg, dus dat is ook wel weer even spannend. Maar meestal is Maaike wel aardig rustig. Dus
dan gaan we even lekker trainen. Ik ben inmiddels gearriveerd. Ik zal Maaike snel gaan opzadelen. Helaas kan ik niet filmen, want het is een beetje onbetrouwbaar weer. En ik durf echt niet mijn camera buiten te zetten, want het is in dit geval dat ik buiten les heb. Dus ik vertel jullie straks wel even hoe de les ging. Zo, ik ben inmiddels weer terug. Maaike ging echt super goed. En weer heel veel geleerd. Veel huiswerk mee, dus helemaal leuk. En omdat de vlog niet al te lang moet worden, maar ik heb Iet daarna ook nog gereden. Die heeft ook heel goed haar best gedaan. Dus dan ga ik nu op naar huis, want ik moet een beetje snel. Want het is inmiddels, even kijken hoe laat, 10 uur geweest. En ik heb thuis de paarden nog buiten staan. Dus die moet ik nou ook nog even snel naar binnen halen. En dan kan ik naar huis. Ik weet niet of het te zien is. Volgens mij is het licht super slecht. Maar goed, dat komt ook omdat het inmiddels al... daar wordt het niet beter van. Het is inmiddels ook al erg laat. Tijd om eigenlijk naar huis toe te gaan. Het ligt nu buiten trouwens heel erg op. Maar het is donkerder dan dat het nu lijkt. Maar goed, ik heb nu de paarden de laatste voerronde gedaan. Dan ga ik de vlog bij deze afsluiten. Oh, het licht. Oh, zie je op zich. Oh jeetje, wat heb ik zo'n rare kleur. Maar goed. Ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En laat me anders even weten wat jullie ervan vonden. Vind ik alleen maar hartstikke leuk. En dan maar weer tot de volgende keer. Oké, doei!